Goedemorgen, ik ben Elke van der Wel. Welkom bij dit webinar. Ik ben adviseur voor digitale media organisaties. Die help ik met allerlei digitale online ontwikkelingen. Onder andere in het verleden voor de NOS gewerkt. Nog prachtig gedaan voor het Open Network nog vorig jaar. Op dit moment werkzaam voor het, het Financieel Dagblad. Ik geef les aan Hogeschool Business aan het gebied van Media Innovation. Ik ben mentor bij het innovatieprogramma van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Deze ochtend ben ik jullie host bij dit webinar over het Digital News Report 2020. Ik vind het altijd een hoogtepunt, het Digital News Report, omdat het een van de belangrijkste onderzoeken is naar digitale nieuwsconsumptie internationaal, uitgevoerd door het Reuters Institute van de Universiteit van Oxford in uit mijn hoofd 40 landen waar we ieder jaar onderzoek doen naar digitaal nieuwsgebruik. Nou, als je die cijfers kijkt, de jaren heen zie je niet per se de revolutie dat alles digitaal is. Nog steeds kijken we met z'n allen heel veel tv, maar je ziet wel vooral dat het nieuwsconsumptiegedrag bij jongeren heel sterk verandert. Je ziet de groei van podcasts bijvoorbeeld dit jaar van 21% naar 26%. Je ziet hoe de smartphone nog steeds door blijft groeien als apparaat om nieuws te consumeren en nog veel meer. Deze ochtend gaan we het daarover hebben met een klein panel, zometeen een kleine discussie doen, specifiek over het nieuwsgebruik onder die jongere doelgroep waar ik al even aan refereerde. We gaan horen van Richard Fletcher, hij is van het Reuters Institute en zal de internationale kant van het Digital News Report toegaan lichten. Maar eerst wil ik naar de Nederlandse onderzoeker. Edmund Lauf heeft voor het commissariaat van de media het Nederlandse onderzoek gedaan. Het Digital News Report Nederland 2020. Ik wil hem graag het woord gaan geven. Er zijn er vragen aan Edmund Lauf. Dan kunnen jullie die kwijt via de Q&A functie die jullie rechts in beeld zien. Stel gewoon je vraag, dan kan ik die na afloop van de presentatie aan Edmund stellen. Bij deze geef ik het woord graag aan Edmund. Ja, Urge, dankjewel voor de introductie. En ik heb die eer vandaag wat bevindingen uit ons rapport te presenteren. Ik hoop dat nu ook de presentatie in beeld is. Nu is ook de presentatie in beeld. Nou, dit is het cover van ons rapport dit jaar. Voor het eerst als zelfstandig rapport en niet meer onderdeel van de Media Monitor uitgebracht. En we informeren eigenlijk redelijk breed over het nieuwsgebruik in Nederland. Het gaat over het gebruik van de verschillende nieuwsmediatypes. Het gaat over de ontwikkeling van het gebruik over tijd. Het gaat ook over een vergelijking met enkele landen. Ik heb gekozen voor een vergelijking van, met 6 landen die in de buurt van Nederland zijn. En daarbij hoort in dit geval dan ook nog de Verenigde Staten. Maar in totaal, Elge heeft het al genoemd, zijn het 40 landen die, waarin die survey plaatsvindt. De survey is dit jaar bij z'n wij uitgevoerd in januari, wel belangrijk, net voordat het coronavirus echt is doorgebroken. Het Reuters Institute for the Study of Journalism doet wel het allermeeste werk, het stuurt het centraal aan. Het is begonnen in 2012 met enkele landen. Intussen zijn het 40 landen geworden. En wij als commissariaat voor de media vertegenwoordigen een beetje de partner uit Nederland en brengen hier het rapport uit. Vandaag worden ook heel veel andere rapporten uitgebracht, ook veel webinars die op dit moment plaatsvinden. Het onderzoek wordt gedaan door onderzoeksorganisatie YouGov en ik heb vandaag geen focus op een landenvergelijking, ook niet over tijd. Ik heb een focus op het nieuwsgebruik van de verschillende leeftijdsgroepen. U ziet hier de verdeling van de leeftijdsgroepen aan de Nederlandse bevolking en ook de steekproefomvang. De steekproefomvang in totaal is iets boven de 2000. En als we dan naar de verdeling leeftijden kijken, zien we dat onder de volwassen bevolking de groep 55 plus wel een heel groot deel uitmaakt, 41%. Sommigen zullen denken, nou ja, waarom wordt dat niet verder onderverdeeld? Nou, dat heeft denk ik met de naam Digital News Monitor te maken. We hebben vooral een focus op de digitale verandering, de digitale transformatie en wat dat betekent voor het nieuwsgebruik. En daar is een focus echt op de jongere doelgroepen toch wel heel belangrijk, omdat leeftijd een steeds belangrijker criterium wordt wat eigenlijk het nieuwsgebruik bepaalt. Als je het vergelijkt met 20, 30 jaar geleden was leeftijd een veel minder belangrijk criterium.
Maar wat is leeftijd eigenlijk? Leeftijd is in eerste instantie de afstand tot je geboorte in jaren. En hoezo is dat voor nieuwsgebruik belangrijk? Omdat het belangrijk is hoe het gebruik zich verder ontwikkelt. Er zijn eigenlijk twee interpretatiemogelijkheden. Dus heeft leeftijd iets te maken met een levensfase? Dus die nu 20 jaar oud zijn, zullen die als ze over 10 jaar een vaste baan hebben, een familie hebben gesticht, een huis hebben gekocht, andere media gebruiken? Zal dat een invloed hebben? Of gaat het echt om generatie-effect? Dus dat je bij die digital native generatie hoort of bij de smartphone generatie en daarom je gedrag eigenlijk helemaal niet meer verandert. Dus je niet met 55 jaar je smartphone naar de prullenbak gooit en met het lezen van een papieren dagblad begint. Om het een beetje overdreven te presenteren. Nou, vooruit dan. Ik wil vandaag de leeftijdsverschillen presenteren voor nieuwsgebruik, toegang tot online nieuws en vertrouwen in nieuws. Ik begin met nieuwsgebruik. Nou, eigenlijk niet echt met het gebruik, maar met iets wat heel belangrijk is voor het nieuwsgebruik, het interesse in nieuws. En wat we zien is dat het interesse in nieuws hier erg en buitengewoon belangrijk niet eens zo sterk verschilt. Interesse in algemeen nieuws, 51% in de groep van de jonge volwassenen is erg of buitengewoon geïnteresseerd in nieuws. En dit aandeel dat stijgt licht tot 62% in die oudste doelgroep 55 plus. De doelgroep die voor het gemiddelde, dat wat eigenlijk altijd naar buiten wordt gebracht, natuurlijk heel belangrijk is. Vanwege de omvang. Als we nu nog kijken naar het interesse in politiek, dan zien we eigenlijk nauwelijks verschillen tussen de jongste en de oudste doelgroep. Maar, tot slot kijken we ook nog naar het interesse in lokaal nieuws. En wat we dan zien, is wel een enorm verschil. De jongste doelgroep 18 tot 24, daar is maar 25% in lokaal nieuws geïnteresseerd. Dit aandeel stijgt successief en stijgt tot 55% in de oudste doelgroep. Dat is wel opmerkelijk. Nou, is dat een Nederlands fenomeen? Is dat iets wat alleen in Nederland plaatsvindt? Qua uitzondering kijk ik even naar wat landen om ons heen. Nou, we zien eigenlijk meer of minder hetzelfde beeld in Vlaanderen, in Duitsland, in Frankrijk, in Noorwegen, in het Verenigd Koninkrijk en ook in de Verenigde Staten. Dus het interesse in lokale nieuws is onder de jongeren opmerkelijk laag. En de vraag is inderdaad, is het een generatie-effect of is het gewoon een levenscyclus, levensfase? Nou, dat is een interpretatiekwestie, dus dat zullen we eerst over 10, 15 jaar zien wat daadwerkelijk het effect is. Waarschijnlijk is het een en het ander. Wat we nu ook duidelijk zien, is dat het dagelijkse gebruik, dus de dagelijkse routine van het nieuwsgebruik in de oudste doelgroep veel aanweziger is. 93% van de oudste doelgroep maakt dagelijks gebruik van nieuws. Dat is in de jongste doelgroep met 2/3 toch aanzienlijk lager. Daar zit ook een tijdelijke trend in. Dit aandeel daalt steeds verder. Dat heeft waarschijnlijk ook een beetje met de gebruikte nieuwsmedia te maken. Als we kijken, in de oudste doelgroep maakt 83% heeft afgelopen week nieuws op tv gezien. Dat is wel een aanzienlijk groot aandeel. En dit aandeel daalt naarmate mensen jonger zijn. Maar er zijn intussen ook 58% die zeggen, afgelopen week hebben we ook nieuws online gezien. Verder, wat zien we eigenlijk in de jongste doelgroep? In de jongste doelgroep zijn het 70% die van online nieuws gebruik maken. En wat dan best opmerkelijk is, is dat het aandeel wat gebruik maakt van nieuws via sociale media met 56% heel hoog is. Dit aandeel is vele malen lager in die oudste doelgroep. Als we nu nog aanvullend vragen, nou dat zijn dus de nieuwsmediatypes waarvan je afgelopen week gebruik hebt gemaakt. Hoe ziet het eigenlijk uit met het voornaamste nieuwsmedium? Waar heb je voornamelijk gebruik van gemaakt? Doe eens een keuze, maak een keuze. Dan zien we dat in de oudste doelgroep met 51% televisie met afstand het nieuwsmedium voor de oude generatie is. Online speelt met 20% een veel kleinere rol. Had ik nog verder opgesplit naar 65 plus, hadden we ook gezien dat print wel heel belangrijk is. Maar dat doen we ja niet. We hebben een focus ook op de jongste generatie en op de nieuwe vormen van nieuwsgebruik. En daar zien we dat in de jongste doelgroep 40%, met 40% online nieuws bovenaan staat. Dat is zonder sociale media. Maar ook sociale media doen het hartstikke goed. Met 27%
zegt meer dan een kwart van de jongste doelgroep. Nou, voor mij is het voornaamste nieuwsmedium zijn sociale media, nieuws via sociale media. Als we dan kijken welke sociale media worden eigenlijk gebruikt, waar zitten die personen en waar worden sociale media voor nieuws gebruikt? Alleen daar gaat het nu om. Dat is een tweetrapsraket. Eerst is gevraagd welke sociale media gebruik je en van deze sociale media welke gebruik je ook om nieuws te plaatsen, naar nieuws te kijken, nieuws waar te nemen. En dan zien we dat in de oudste doelgroep, 55 plus, het vooral Facebook is en WhatsApp. Dus die een redelijk sterke positie hebben. Ook nog wat nieuwsvideo's via YouTube. Maar verder spelen eigenlijk de andere sociale media nauwelijks een rol. Dat is in de jongste doelgroep totaal anders. De jongste doelgroep maakt heel divers gebruik van nieuws via verschillende sociale media. Ook Facebook, ook WhatsApp. Dat is bijna generatieoverstijgend of leeftijdsgroepenoverstijgend. Maar ook van YouTube, Instagram. Ja, ook op Twitter. Ook van Twitter maken ze meer gebruik dan de oudste doelgroep. En Snapchat is dan met 9% eigenlijk ook redelijk opmerkelijk. Nu heb ik het natuurlijk nog ook over gebruik lokale media. En daar zien we een andere trend dan het gebruik van online. Daar is het juist zo, daar zien we juist dat jongeren veel minder gebruik maken van lokale nieuwsmedia. Dat is geen verrassing. We hebben al gezien dat jongeren veel minder geïnteresseerd zijn in lokaal nieuws. Maar de verschillen zijn nog hier ook redelijk opmerkelijk. 30% in de jongste doelgroep zegt, nou, ik heb afgelopen week een lokale krant of een website gelezen, gezien. En dat zijn dan de huis-aan-huisbladen, het zijn de lokale edities van de regionale dagbladen en natuurlijk dan de bijbehorende nieuwswebsites, die juist in het geval van huis-aan-huisbladen, zoals we weten, ook minder belangrijk zijn. In de oudste doelgroep zijn dat 61%, dus ouderen maken wel heel veel gebruik van de lokale krant. Televisie volgt met afstand lokale tv, dan nog radio en op de laatste plek in de oudste doelgroep met 6% andere type lokale nieuwsites, de zogenoemde hyperlocals. Die spelen wel in de jongste doelgroep een redelijke rol met 16%. Niet echt supersterk, maar ze zijn er en tenminste worden ze ook gebruikt. Er is aanvullend gevraagd aan mensen die een lokaal nieuwsmedium gebruiken of ze het zouden missen als het niet meer bestaat en hoe sterk ze het zouden missen. En hier laat ik zien het aandeel enigszins of erg. En ik heb daarbij opgeteld al die personen die een lokaal nieuwsmedium niet gebruiken. In totaal zeggen 55% van die ouderen, nou, ik zou de lokale krant of hun website wel sterk missen. Dat zijn maar 22% in de jongste doelgroep. En als ik dan optel hoe groot het aandeel is dat geen van deze vier mediatypes zal missen, dan is het aandeel in de jongste doelgroep 56%. Dus er blijkt op dit moment weinig behoefte te zijn aan de lokale nieuwsmedia onder jongeren. In de oudste doelgroep zijn dat maar 30%. Nou, voldoende over lokale nieuwsmedia. Ik ga nu een stap over en heb het over toegang tot online nieuws. Online nieuws, ja, hoe krijg je toegang? Toch vooral via je smartphone. En dat zeggen de allermeeste jongeren. Meer dan 2/3 in de 65%, 69% in de jongste doelgroepen geeft aan, nou, ik gebruik het smartphone als voornaamste apparaat om online nieuws te gebruiken. Dit aandeel, dat loopt dan terug tot 36% in de oudste doelgroep. Daar staat nog net bovenaan de computer met 38%, dus laptop, desktop bij elkaar opgeteld. En ook de tablet doet het daar nog redelijk goed. In de jongste doelgroep valt nog op 16% overig. Overig betekent in dit geval smarte apparatuur, connected TV. Dus het is een verzameling van eigenlijk innovatieve nieuwe techniek. Hoe komen mensen dan eigenlijk tot nieuws online? Als ze dat willen weten. Dan zien we dat in de oudste doelgroep, 55 plus, is het vooral dat mensen rechtstreeks naar een nieuwswebsite toe gaan of gewoon gebruik maken van een nieuwswebsite, van een nieuwsapp. Alles andere speelt een minder grote rol. Ik heb hier alleen de drie belangrijkste categorieën laten zien. Er zijn natuurlijk nog meer, zoals via e-mail en dergelijke. Wat opvalt in de jongste generatie, is dat ze ook hier veel diverser gedrag laten zien.
Het zijn niet eens een kwaad die rechtstreeks naar een nieuwswebsite gaat of naar een app gaat. Heel veel maakt gebruik van een zoekfunctie. Dus tik het in Google. Nou, dat is in Nederland verhoudingswijs makkelijk met nu.nl, ad.nl of nos.nl. In andere landen moet je daar wat meer in tikken. En dat mag nu eigenlijk niemand meer verrassen. Een groot aandeel komt nieuws ook tegen via sociale media. Hoe staat het eigenlijk als we kijken naar innovatieve vormen? Nou, nieuwsvideo, als we veronderstellen dat het innovatief is, wordt vooral door jongeren gebruikt. 80%, 4 van 5 in de jongste categorie geeft aan afgelopen weken nieuwsvideo te hebben gezien. Dit aandeel, dat daalt naar 34% in de oudste doelgroep. Nieuws verzameld zijn, zoiets vooral Google News, nou, daar maken 62% in de jongste categorie gebruik van. Ook dit aandeel daalt naar 21%. Elge had het net al over de stijging van podcasts. En de stijging van het aandeel Nederlanders dat gebruik maakt van podcasts, dat is vooral te danken aan de jongste doelgroep. 64% geeft aan in de laatste maand naar een podcast te hebben geluisterd. Dat zijn maar 8% in die oudste doelgroep. Dus die groei die we hebben gezien, die komt vooral uit de jongste twee doelgroepen tot en met 34 jaar. Dat betekent nog lang niet dat Nederlanders geen voorkeur meer hebben voor het lezen. Ook de jongste groep geeft met 43% nog aan een voorkeur te hebben om nieuws te lezen. In de oudste doelgroep is het aandeel weliswaar wat hoger, met 56%. Maar met 34%, natuurlijk de televisiegeneratie, kijken ze ook heel graag naar nieuws. Maar het aandeel dat graag naar nieuws luistert, dat is met 3% verwaarloosbaar. In de jongste doelgroep zien we wel dat er iets minder een voorkeur hebben voor het lezen. Het aandeel wat de voorkeur heeft voor kijken van nieuws, dat is niet zo aanzienlijk groter. Waar het verschil in zit, is het luisteren van nieuws. En dat doen ze via de podcast. Dat hebben we net laten zien. Laatste blok waar ik het over wil hebben, is het vertrouwen in nieuws. Dat is eigenlijk een nieuwe vorm van currency naast bereik. En ik laat hier even heel veel cijfers zien. Dat is eigenlijk niet eens zo vreselijk belangrijk voor mijn verhaal. Waar het om gaat is dat het vertrouwen in nieuws, ook als we per merk kijken, nauwelijks verschilt als we naar de leeftijden kijken. NOS-journaal, gemiddeld een 7,5. En in de jongste doelgroep 7,3 tot 7,5 in de oudste doelgroep. Ik wil dat hier niet afzonderlijk doorlopen. Ik heb gewoon het gemiddelde berekend. Gemiddeld krijgen Nederlandse nieuwsmerken een 6,4, tenminste de nieuwsmerken die we hier hebben, waar we hiernaar hebben gevraagd. En het verschil tussen de leeftijdsgroepen is nauwelijks te zien. Het is echt minimaal. Tussen 6,5 en 6,4, daar zit nauwelijks variatie in. We kunnen dus gewoon stellen dat jongeren heel veel vertrouwen hebben in de nieuwsmerken. Ouderen ook, maar jongeren wijken in dit geval niet van het gedrag van ouderen af. Oeps, daar ben ik nu. Juist, er zijn natuurlijk meerdere vragen gesteld. Dat kunt u uitputtend zien in ons rapport. Daar gaan we natuurlijk uitgebreid op in. Die vertrouwen betreffen. De eerste vraag is het merendeel van het nieuws te vertrouwen? De tweede, is het merendeel van het nieuws dat mensen zelf gebruiken? Dat je zelf gebruikt te vertrouwen? En daar zien we dat het in de doelgroep 55+, het algemeen vertrouwen met boven de 60% hoog is. En dat verder stijgt als het om het nieuws gaat wat ze zelf gebruiken. In de jongste doelgroep is het wel wat lager, met 41%. En het stijgt ook maar met 11 procentpunten naar 52%. En dat zou best te maken kunnen hebben met het vertrouwen dat jongeren in sociale media hebben. Dat is laag. En zoals we weten, jongeren gebruiken veel sociale media, hebben eigenlijk weinig vertrouwen in sociale media. En zo komt het dan dat het merendeel van het nieuws, dat het aandeel dat zegt naar het merendeel van het nieuws dat ik zelf gebruik, is wel te vertrouwen, maar dit aandeel is met 52% dan wat lager. Tot slot iets wat altijd weer opmerkelijk is. Die zorgen over netnieuws op internet. Daar zien we nauwelijks verschillen tussen de jongste en oudste generatie. En überhaupt moet hier worden opgemerkt dat het vertrouwen, dat die zorgen voor netnieuws in Nederland heel laag zijn. Het is het laagste aandeel met gemiddeld 32% wat in alle 40 landen is gemeten dit jaar.
Tot slot, het is het laatste sheet, dan stop ik er eindelijk. Het belang van onafhankelijke journalistiek voor een goed functionerende maatschappij. Dat is gevraagd, hoe belangrijk vinden eigenlijk de respondenten onafhankelijke journalistiek? Uitermate en zeer belangrijk, daar zien we meer dan 2/3 in de oudste generatie, vindt het uitermate en zeer belangrijk. Dit aandeel daalt naar ongeveer 50% in de jongste doelgroepen. En dat is aan zich denk ik niet eens een groot probleem. Maar je kan je afvragen of die 13% die aangeven niet of niet echt en helemaal niet belangrijk te vinden, of dat niet toch een beetje lastig is. Gezien dat toch, tenminste van de mediawet, ook vanuit het commissariaat, de onafhankelijkheid, de journalistieke onafhankelijkheid, een van de kernwaarden is. Maar misschien heeft het ook heel simpel ermee te maken dat jongeren die vraag onafhankelijke journalistiek voor een goed functionerende maatschappij niet helemaal goed begrijpen of redeneren vanuit de gebruiker en niet van de aanbieder. Nou, ik kom met een hele korte samenvatting. Het gaat natuurlijk met de monitoring altijd ook om om het volgen van de ontwikkelingen. En welke ontwikkelingen zien we als we veronderstellen dat de context niet verandert? Nou, we zien een lichte afname van het dagelijkse nieuwsgebruik. Dus ik veronderstel dat het een generatie-effect en met een nieuwe levensfase zal niet zo heel veel veranderen. Als dat ook nog erbij is, zal het nieuwsgebruik verder afnemen. We zien ook kunnen verwachten een afnemend interesse in lokaal nieuws en afnemende binding met lokale media. We zien een stijging, een toenemend belang van online nieuws en ook nieuws via sociale media. We kunnen verwachten dat smarte apparatuur verder aan belang toeneemt om nieuws te raadplegen. En ook een toenemend belang voor nieuwsvideo's, voor nieuwspodcasts en waarschijnlijk ook voor nieuwsverzamelsites. Weinig verandering is, als dit de basis vormt voor een toekomstvoorspelling, dat het vertrouwen in sociale media laag zal blijven en het vertrouwen in nieuwsmerken hoog zal blijven. Maar de context verandert natuurlijk, weten we allemaal. We hebben te maken met corona. Corona heeft heel veel veranderd sinds het begin van het jaar. Corona dwingt ons thuis te blijven. Corona bepaalt de nieuwsagenda en ook zorgt voor een hoger nieuwsgebruik. En corona heeft uiteindelijk ook een impact op de financiële gezondheid van de nieuwsaanbieders. Dus allemaal voor ons redenen, ook de komende jaren, de ontwikkeling samen met het Reuters Institute for Study of Journalism te blijven volgen. Dank u wel. Ja, Edmund, dank je wel voor de interessante cijfers uit het onderzoek. Een aantal vragen. Als eerste had ik eigenlijk zelf een vraag. Ik gebruik gewoon even mijn beurt als host om eens even snel mijn eigen vraag te stellen. Je hoort best wel vaak de laatste jaren over dat er nieuwsleavers zijn. Mensen die eigenlijk het nieuws allemaal zo negatief vinden dat ze zeggen ik volg geen nieuws meer. Zien jullie in het onderzoek dat aandeel van mensen groeit? Het zien we niet, omdat alleen, er komt een filtervraag, daarmee begint het eigenlijk. Heb je in het afgelopen maand überhaupt gebruik gemaakt van nieuws? En ik denk het is eigenlijk niet erg aannemelijk dat dit aandeel heel hoog zal zijn. En we zien ook niet echt een groei in het aandeel personen die het nieuws helemaal niet meer volgen, helemaal niet meer in contact komen met nieuws, helemaal niet meer door nieuws worden bereikt. We zien wel een lichte afname wat het nieuwsgebruik betreft en inderdaad ook dat mensen minder gebruik maken van het diverse nieuwsaanbod, dat dit aandeel licht terugloopt. Maar dat heb ik vandaag niet laten zien. Afgelopen jaar zijn we daar wat meer op ingegaan. Daar gaat het eigenlijk om het bewuste vermijden van nieuws. En daar zit denk ik iets in, iets wat we ook in de toekomst willen volgen. Maar dat zijn vragen die we niet ieder jaar aan bod laten komen. Wie weet over een jaar weer. Een vraag van Ronald Vecht, die vraagt, wat is in het onderzoek als online media beschouwd? Online media, al dat wat je aan, daar valt tv online, alle tv-zenders online, alle radiostations online met hun websites,
En ook news only sites, nu.nl, post online, wat je ook concreet noemt, ook de correspondent, alles behalve sociale media. Dus dat is eigenlijk een verzamelcategorie, die hebben we later samengevoegd, die oorspronkelijk is gevraagd voor tv-zenders, radio en zo. Dus eigenlijk zijn het voor alle traditionele nieuwsmedia die ook online aanwezig zijn, plus de net genoemde. Ja, de nieuwe digitale spelers eigenlijk die erbij gekomen zijn deze eeuw. Judith Muller of Muller die vraagt, 55 plus is ver de grootste doelgroep in de bevolking. Ze hebben duidelijke voorkeur voor lokaal nieuws, zie je in het onderzoek, maar ook voor mediatypen, de meer traditionele media. En zij vraagt, is er dus stiekem een best grote markt voor lokaal nieuws, maar dan wel in de klassieke media? Ja, ik denk dat Judith wel een punt heeft. Ja, wat we ook zien, ook een Duits onderzoek, heb ik vanochtend nog toevallig gelezen, heeft laten zien ja, dat tenminste voor Duitsland komt de stelling dat de nieuwsmedia eigenlijk veel te sterk gericht zijn op die oude doelgroep. Omdat daar natuurlijk ook de gebruikers zitten. Dus dat betreft niet alleen dat er ook op traditionele manier, op papier vooral, het aanbod tot de gebruiker komt, maar ook dat de onderwerpen toch eerder gericht zijn op een 55-plus bevolking. Juist omdat die natuurlijk de voornaamste gebruikers zijn. Ik heb geen idee of dat ook voor Nederland klopt, maar dat zou een interessante hypothese zijn om uit te zoeken. Überhaupt denk ik, juist omdat het onderzoek zo breed is opgezet, blijft het soms een beetje aan de oppervlakte. Je weet niet precies wat erachter zit. Soms roept het onderzoek meer vragen op dan dat we antwoorden kunnen geven met dit, met deze service. Ja, soms wil je eigenlijk de mensen nog verder spreken, maar dat kan natuurlijk niet in een enquête. Er komen nog veel meer vragen binnen. Gezien de tijd wil ik nog één doen, want die komt meerdere keren binnen. Is er in het onderzoek onderscheid gemaakt tussen lokale en regionale media? Wat is die definitie die mensen die het onderzoek eigenlijk invulden hadden van lokale media? En Paul Hek vraagt zelfs nog, zouden mensen zelfs kunnen denken dat nationaal nieuws lokaal is, omdat het niet internationaal is? Dus hoe duidelijk is die definitie van lokaal nieuws of lokale media? Ja, local media zou je kunnen onderstellen, dat gaat dan ook over Nederland. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om de directe leefomgeving. Maar een onderscheid kan je niet maken tussen regionale en lokale. Dat is denk ik wel, als je dat wil doen, dan denk ik moet je een veel grotere steekproef pakken. Dan moet je het echt over heel Nederland verspreiden. Dan moet je vragen van welke media heb je op gebruik gemaakt? En daar moet je ook de merknaam hebben. Alleen dan kan je dit onderscheid maken. Soms weten mensen niet eens of ze naar een lokale of een regionale omroep hebben gekeken. Dus, of geluisterd. Dus wat dit betreft, de definitie is lokaal. Dat kan zijn de directe lokale omgeving, maar ook de regio daaromheen. Maar niet de provincie. Dus het is veel kleiner dan de provincie, maar het kan ook, het is verder niet concreet afgebakend. En dat is ook een probleem als we het over lokale media hebben. Waar zitten eigenlijk de grenzen? Hoe bepaal je eigenlijk wat de leefomgeving is? Voor dagbladen hadden we vroeger de indeling in Sebuco-gebieden. Je kent verder nog de Nielsen-gebieden. Hoe je dat afbakent is denk ik een hele lastige. Het is in ieder geval meer dan de gemeente, in de allermeeste gevallen. Dat kan natuurlijk in grote gemeentes ook weer anders liggen. Ja, misschien iets om nog verder in te duiken in de toekomst. Voor nu wil ik je hartelijk bedanken, Edmund Lauf, de Nederlandse onderzoeker voor het Digital News Report 2020. Wat te downloaden is op de site van de Commissariaat voor de Media. Vooral mijn tip om dat te doen. En komend weekend is rustig doorheen te gaan lezen en nog wat interessante inzichten op te doen naast de inzichten die nu al gedeeld zijn. Dan wil ik verder met het panel. Ik ga het panel erbij halen. Dat doen we ook gewoon via een webinar. Iedereen thuis of op kantoor. Ik zie linksboven Colin van Hoek, adjunct hoofdredacteur van nu.nl. Colin, goedemorgen. Corine de Vries, hoofdredacteur regionaal bij Mediahuis in Nederland, moeten we tegenwoordig zeggen. Links onderin zie ik Irene Costera Meijer van de Vrije Universiteit van Amsterdam.
officiële functietitel moet ik er dan even bij pakken. Hoogleraar journalistiek natuurlijk. En ik zie René van Zanten, directeur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Goedemorgen allen. We gaan drie blokjes dit panel door. We gaan eerst kijken naar het gebruiksperspectief onder jongeren van nieuws. Dan naar het aanbiedersperspectief. En ik denk dat het interessant is om ook even specifiek nog in te gaan. Nu we toch allemaal wijze mensen aan tafel hebben op de coronacrisis en de gevolgen daarvan op nieuwsmedia en nieuwsgebruik. Tijdens het panel zullen over de onderwerpen ook wat enquêtevragen in beeld komen bij iedereen die aan het kijken is. Die kun je gewoon invullen rechts aan de zijkant. En het interessante is dat je ook de antwoorden op die enquête kan zien. Zodat je kan zien hoe de deelnemers hier denken over de verschillende stellingen die daar binnenkomen. En er is een mogelijkheid natuurlijk om vragen te stellen aan de panelleden. Mocht je een vraag hebben, stuur hem in via de Q&A. Dan probeer ik die ook nog te verwerken. Ik kan niet alle vragen verwerken gezien de tijd. Maar als je hem niet stelt, kan ik hem sowieso niet verwerken. Als eerste wil ik heel specifiek naar jongeren en hun nieuwsgebruik. We zien dat veel jongeren het nieuws ophalen via sociale media. Maar tegelijk zeggen dat social media niet echt te vertrouwen is. Irene, dat is een soort tegenstelling lijkt me. Ja, dat is een enorme tegenstelling. Ik ben heel blij dat het onderwerp op tafel verschijnt. Ik denk dat daar zijn verschillende verklaringen voor. Een van de verklaringen is dat jongeren op een andere manier nieuws gebruiken dan ouderen. Bij ouderen zie je dat ouderen actief naar nieuws op zoek gaan. En ze zetten de televisie aan, ze zoeken naar een bepaalde krant. Ze abonneren zich op een bepaalde nieuwsapp. Bij jongeren zit dat anders. Daar is meer sprake van passief nieuwsgebruik. Dat betekent, en Judith Muller maakte ooit een hele mooie vergelijking. Dat betekent dat dat je ze kunt vergelijken met een spin in het web. Je zit in het web en het nieuws komt naar jou toe. En dan maak je daar gebruik van of niet. En dat betekent dus ook dat ze op een andere manier over kwaliteit nadenken. Kwaliteit betekent hier dat ze eigenlijk graag heel veel verschillende vliegen in dat web hebben. En dat ze zelf kunnen bepalen welke vliegen ertoe doen en welke vliegen ze verrijkend vinden voor hun visie, et cetera. En ook dat doen ouderen natuurlijk ook anders. Ouderen verbinden kwaliteit niet met de hoeveelheid nieuws die op ze afkomt en de hoeveelheid verschillende perspectieven die op ze afkomen, maar met dat ene nieuwsmedium. Dus je ziet dat verschil van het zien van sociale media als iets wat ze enerzijds minder vertrouwen gecompenseerd wordt bij jongeren, doordat ze heel veel of veel meer in ieder geval dan oudere leeftijdsgroepen verschillende nieuwsbronnen raadplegen. En zo eigenlijk zelf, je zou bijna kunnen zeggen door driehoeksmeting, triangulation, het zelf verifiëren van verschillende nieuwsbronnen, kijken waar de waarheid, waar de betrouwbaarheid zit. Ja. Welke rol spelen dan de verschillende nieuwsmerken en vooral dan vertrouwen in die nieuwsmerken daar nog in? Je ziet in het onderzoek dat bijvoorbeeld een Geen Stijl wordt minder vertrouwen toegedicht dan de NOS. Is het iets waar de jongeren dan ook rekening mee houden als ze al die verschillende nieuwsmedia consumeren om zelf dingen te checken? Nou, er is een groot verschil in. Kijk, jongeren houden zich op zich niet zo heel veel met nieuwsmerken bezig. Maar wat ze wel zien is dat Geen Stijl meer een amuserend medium is dan een informerend medium. Dus daar kijk je naar als je gewoon dingen van de andere kant wil bekijken. En denkt van, goh, hoe zouden zij er nou eens over nadenken? Vast iets grappigs of vast iets stelligs. Bij de NOS verwachten ze eigenlijk dat daar neutraal nieuws komt. Hè? Edmund heeft dat net ook laten zien, heel mooi. Maar heel veel, kijk. Dat heeft ook te maken met de manier waarop ze nieuws gebruiken. Het nieuws moet op ze afkomen. En als verschillende nieuwsmerken niet op ze afkomen, omdat ze toevallig gewijs wat minder zichtbaar zijn op de sociale media, in ieder geval de sociale media die ze zelf raadplegen, dan nemen ze daar minder nota van. Dus ik denk dat nieuwsmerken, vroeger werden die gebruikt door, en dat geldt nog steeds voor oudere doelgroepen, om te navigeren, om eigenlijk te bedenken, oké, ik wil nu een Volkskrant perspectief zien, ik wil nu een Financieel Dagblad perspectief zien, ik wil nu een RTL perspectief. Die werden gezien als verschillende perspectieven. Dat zien jongeren nog steeds, maar ze zijn eigenlijk niet zo bezig met nieuwsmerken. Dus die doen er wat minder toe.
Oké. Okay. Ik wil dan even naar Colin van Hoek van nu.nl, want nu.nl heeft natuurlijk heel veel geïnvesteerd in nieuws voor jongeren het afgelopen, uit mijn hoofd, jaar misschien iets langer dat ze al bezig zijn. En Colin, ik ben wel benieuwd, zagen jullie dat daar inderdaad een grote behoefte lag bij jongeren waarin je ze nu niet goed bediende? Nou, wat we eigenlijk zagen is dat we in elke doelgroep wel echt heel veel bereik hebben. Maar dat als er een doelgroep is die je aan kan wijzen waar we het relatief gezien iets minder doen, is het die jongere doelgroep. En dan moet ik zeggen dat we ons wel vooral hebben gericht eigenlijk op mensen onder de 18, die nog buiten dit onderzoek vallen. Maar zeker ook op die groep daarboven. Dus daar hebben we het afgelopen jaar in geïnvesteerd, omdat we, wij vinden eigenlijk dat nieuws belangrijk is voor het functioneren van de maatschappij, om keuzes te maken en alles om je heen beter te begrijpen. En juist jongeren staan voor veel keuzes in hun leven en moeten over de toekomst nadenken. Dus daarom vind ik het ook wel belangrijk om die doelgroep er extra bij te betrekken en wat extra aandacht te geven. Ja, dan lijkt me goed om meteen even door te gaan naar jouw collega, hoofddirecteur Corine van de regionale krant van Mediahuis Nederland. Lokaal nieuws, zeker bij jongeren, relatief lage interesse. Betekent dat dat jullie ook zien in alle cijfers dat eigenlijk jongeren maar een heel klein deel van jullie publiek vormen als je vergelijkt met de doorsnede van Nederland? Ja, dat klopt. Ik denk niet dat dat nieuw is hoor. Volgens mij raken de mensen pas echt geïnteresseerd in hun nabije leefomgeving als ze zich ergens gaan vestigen, als ze een huis kopen, een hypotheek moeten regelen, kinderen krijgen. Dus voor ons is de doelgroep 30 plus waarschijnlijk gewoon interessanter en relevanter dan dat wij ons heel erg gaan richten op 16 tot 20-jarigen. Wat wel interessant nu is, is dat we natuurlijk via sociale media ook een veel breder bereik hebben. En dat het ook heel goed is om te zorgen dat je ook geregeld in de tijdlijn van jongeren terechtkomt. En dat kan volgens mij altijd met goede persoonlijke verhalen, waar wij natuurlijk ook heel veel op inzetten. Nou, daar gaan we het zo meteen zeker nog even over hebben in het tweede deel. Ik wilde ook nog even naar René van Zandt natuurlijk van het Stimuleringsfonds. Lokaal nieuws is een aandachtspunt van het Stimuleringsfonds. Specifiek als het dan gaat om jongeren, moet daar specifiek in geïnvesteerd worden in jouw ogen? Om die te bereiken als die interesse laag is? We horen jou nog niet, René. Even kijken of dat geluid aangezet kan worden op afstand. Nog niet. Ik kan het zelf, geloof ik. Ja. Ja. Hoor je me nu? Ja. Ja, we horen je. Ik ben het eens met de vorige spreekster. We doen een beetje alsof het nieuw is dat jonge mensen niet zo geïnteresseerd zijn in nieuws in het algemeen. En lokaal nieuws in het bijzonder, maar dat is bij mijn weten van alle tijden. Ik heb in ieder geval nooit anders meegemaakt. En ik weet in ieder geval heel zeker dat er al lang voordat er smartphones waren, allemaal congressen waren over how to attract young readers. Er zijn speciale programma's gemaakt voor jongeren, speciale kranten. Het is allemaal nooit echt gelukt. Misschien moet je het eerder van de positieve kant bekijken. Dat wordt nu voor een belangrijk deel afgedekt door social media en andere digitale activiteiten. Dus misschien komen ze inderdaad veel meer nieuws tegen dan ze ooit hebben gedaan. Dus in die zin maak ik me niet zo heel veel zorgen. En de jongeren horen uiteindelijk natuurlijk vanzelf ook ouder. En dan krijgen ze hopelijk meer interesse in het lokale nieuws. Als ze maar zorgen dat die media... Dat is een beetje de vraag. Sorry, maar moet je die dingen die je ziet, die graphics die Edmund heeft laten zien, moet je die van links naar rechts of van rechts naar links lezen? Dat hoop ik vandaag nog van Irene te leren. Kun je er iets over zeggen, Irene? Ik denk dat de vraag misschien anders gesteld moet worden. Niet hoe kunnen we jongere doelgroepen, en dan heb ik het niet alleen maar over 18 tot 25, maar ook over 40 min. Hoe kunnen we die beter bereiken, maar hoe kunnen we daar meer voor betekenen? En dat betekent dat je als nieuwsorganisatie of als journalist misschien wat meer door de ogen van jouw toekomstige dan wel huidige nieuwsgebruiker moet kijken en moet bekijken van nou, wat vindt die
groep belangrijk. En ik denk overigens dat dat helemaal niet zo, dat ook best vaak gebeurt hoor. Dus het is helemaal niet zo nieuw wat ik zeg. Maar het woord bereik heeft heel erg met marketing te maken. Zijn ze wel op de hoogte van het feit dat we zijn? Dat is op zich belangrijk. Maar ik denk dat de vraag, hoe kunnen we meer voor die groep betekenen, urgenter is. En dat vraagt nog wel wat meer inzicht in waar die groepen mee bezig zijn. Meer onderzoek dus, een specifiek onderzoek naar jongeren vraag je eigenlijk om. Nou ja, eigenlijk tegelijkertijd is aan de hand dat als de 55-plus groep de grootste generatie is van Nederland, dan kan je je ook afvragen of er überhaupt een probleem is. Dus dat zijn natuurlijk echt heel veel mensen. Ik weet nog wel dat vroeger de vakantieman werd afgeschaft door RTL. Niet omdat er te weinig kijkers waren, dat waren er namelijk 3 miljoen op dat moment, maar omdat ze de verkeerde leeftijd hadden, namelijk ze waren boven de 60. Dus vanuit een marketingperspectief en vanuit een reclameperspectief, dus dat je producten verkoopt, was toen het idee bij RTL, moeten we dat programma, is niet rendabel, dat moeten we afschaffen. Nou, als zo'n soort gedachte ook ten grondslag ligt aan bij de regionale en de lokale kranten en de regionale media, overigens zijn het vaak provinciale media net, wat Piet Bakker net terecht opmerkte. Als zo'n gedachte daaraan ten grondslag ligt, zo van het is niet rendabel omdat we namelijk onze advertentieruimte niet productief kunnen benutten, ja, dan heb je inderdaad niet zo heel veel aan een wat oudere doelgroep. In ieder geval niet met de producten die deze groepen willen verkopen. Nee, dat is inderdaad altijd een grote uitdaging. De meest interessante doelgroep is toch vaak de doelgroep boodschappers, dat ze geloof ik nog steeds worden genoemd vanuit de traditionele media. Op de een of andere manier stopt die generatie boodschappers bij 49. Alsof daarboven nooit meer wat aangeschaft wordt, wat natuurlijk ook nergens op slaat. Maar goed, dat terzijde. Dan komt het geld toch pas tegenwoordig. ik heb een vraag van het huis uit, ja. Ja, een vraag van Chris van Hal. Ik denk dat jij die het beste kan beantwoorden, Irene. Jongeren hebben diverse media menu, maar zijn ze ook informatievaardiger? Controleren ze bronnen beter of anders dan oudere doelgroepen? Dat is een hele goede vraag. En dat is ook een heel ingewikkelde vraag. We weten uit Belgisch onderzoek dat jongeren zelf denken dat ze dat heel goed kunnen. Dus dat ze eigenlijk heel veel zelfvertrouwen hebben als het gaat over het checken van de betrouwbaarheid van nieuws. Maar in de praktijk valt dat vies tegen. En weten ze bijvoorbeeld helemaal niet hoe nieuws tot stand komt? Hebben ze geen idee welke sociale media wel of niet betrouwbaar zijn, of hoe je YouTube moet checken van hoe kijk je nou of iets waar of niet waar is, of waar welke bronnen worden gebruikt. Dus ik denk, ik zou er enorm voor willen pleiten dat mediawijsheid niet van in van die algemene statements blijft steken, en die zie je terug in deze enquête, dat kranten betrouwbaar zijn, televisie ook heel goed betrouwbaar is, hè, want dat denken jongeren allemaal, en sociale media niet, terwijl ze die tegelijkertijd gebruiken. Maar dat mediawijsheid vooral zich toe gaat spitsen op van, hoe moet je nou op sociale media het kaf van het koren scheiden? Wat doet daar ertoe? Wat is wel belangrijk? Wat is betrouwbaar? En hoe kan je dat ook op sociale media achterhalen? En nu worden vaak alle sociale media over één kam geschoren, en dat is gewoon zonde. Ja, ik van sociale media misschien even doorpakken op het aanbiedersperspectief met ook de twee aanbieders die in dit panel zitten. Want we hebben het over social media, dan hebben we het al over Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, tegenwoordig TikTok, you name it. Video's, podcast, games misschien zelfs wel. Er zijn zoveel vormen en kanalen, juist bij jongeren, het is zo verdeeld. Hoe ga je daarmee om? Colin, welke rol spelen al die versnipperde kanalen in het aanbod dat jullie hebben? Ja, het is wel belangrijk om te benadrukken dat jongeren natuurlijk niet de enige doelgroep zijn waarom we berichten. Dus wat ik net zei, relatief gezien bereiken we die het minst, maar we bereiken ze alsnog. Maar een heel groot deel van onze doelgroep is ouder dan dat. Dus het product maken wij voor heel Nederland. Dus we gaan niet nu snel veranderen in een game of alleen maar video's doen, omdat een klein deel van de doelgroep dat wil.
Je kan wel denken aan een apart kanaal opzetten, zoals Instagram of TikTok. We hebben sinds kort een TikTok-account, wat best lekker gaat. En op die manier proberen dan de jongeren te bereiken waar ze zijn. We doen ook dingen met video en podcast, die hartstikke succesvol zijn. Maar die doen we naast het normale nieuws in tekst. Zeg maar. Dus je experimenteert veel. Dat is denk ik de manier om die jongere doelgroep er ook bij te betrekken. En dat betekent dat af en toe dingen afvallen. Je kan helemaal niet alles doen. En die flippertijd kan je niet overal. Je kan niet overal zijn waar de jongeren zijn, maar je probeert wel veel uit. Ja. Corine, in het onderzoek wordt specifiek aangedragen dat naast de relatief lage interesse bij jongeren voor lokaal nieuws, dat er ook heel weinig aanbod is van lokaal nieuws op sociale media. Maar jullie zijn daar wel gewoon redelijk actief met jullie titels, toch? Ja, dat klopt. Wat ik eigenlijk een belangrijk cijfer vind uit het rapport, wat ik groot heb opgeschreven, is dat 43% van de jongeren het nieuws nog steeds het liefst tot zich neemt door te lezen. Dat vind ik een hoopgevend cijfer. Ik denk dat wij als regionale kranten onze kracht vooral moeten leggen in focus en in echt goede journalistiek. En als je je gaat richten op allerlei nieuwe mogelijkheden van verschijningsvormen die prachtig zijn hoor, maar die ook heel erg veel inzet en energie vergen om een jongere doelgroep te bereiken die nog niet bereid is om te betalen voor het nieuws en waarmee je ook een beetje je focus op je trouwe doelgroep verliest, dan ben je denk ik toch niet verstandig bezig. Dus gelezen nieuws is belangrijk en blijft ook belangrijk. Als de jongeren nu lezen, lezen ze straks ook nog steeds. Dus moeten wij zorgen dat de journalistiek heel goed is en dat we dicht bij de leefwereld komen van onze lezers. En dan moeten we natuurlijk ook zorgen dat we ons niet alleen maar richten op een 55-plus groep. Bovendien denk ik dat de 55-plus groep ook heel erg geïnteresseerd is in wat er in jongeren omgaat. Dus dat je je sowieso niet moet beperken daarin. Nou, je geeft ook al even aan geld verdienen. Dat is voor elk nieuwsmedium een uitzondering. En zeker lokaal een extra uitzondering. Bij jongeren is die betalingsbereidheid lager dan bij de oudere doelgroepen. Hoe complex wordt het daardoor dat er eigenlijk aan jongeren heel weinig geld te verdienen is? Nou, het interessante is nu dat wij natuurlijk de laatste jaren steeds beter zijn geworden ook in het webfirst werken. We maken nog steeds een hele mooie krant en die proberen we ook nog steeds mooier te maken, omdat we onze papieren abonnees ook heel erg koesteren. Daar hebben we er ook veel van. Maar als je kijkt naar onze instroom nu, wij groeien weer al, onze titels groeien. Dus hebben meer abonnees nu dan een jaar geleden. Dan zie je dat 1/3 van de instroom komt van papieren abonnees die van maandag tot en met zaterdag gewoon de krant op papier willen lezen. Maar 2/3 dat zijn ofwel zaterdag abonnees, maar vooral ook digitale lezers en mensen die achter onze premium muur willen lezen. En dat zijn gemiddeld jongere lezers dan de papieren lezers. Dus de gemiddelde leeftijd van onze lezerspopulatie of onze betalende abonnees, die is wel degelijk wat aan dalen. Dat gaat natuurlijk niet met enorme sprongen, maar die daling is wel zichtbaar. En ik denk dat daar de markt nog gewoon heel groot is. En nou ja, we gaan het zo over na COVID hebben, maar ook daar zie je denk ik wel grote veranderingen. Dus maar dat zal ik dan voor straks bewaren. Ja, nog even naar René. Als het gaat dan over financieren, dan komt ook het stimuleringsfonds om de hoek. Hoeveel zorgen maak jij je over de financiering voor lokale media? Zeker als je kijkt dat aan jongeren nog weinig geld te verdienen is vanwege de lage interesse en de lage betalingsbereidheid. Dus de vraag is of lokaal nieuws een verdienmodel heeft? Nee, hoe groot de zorgen zijn op dit vlak? Jullie spreken natuurlijk heel veel lokale media. Hebben ook allerlei aanvragen binnengehaald. Hoe groot zijn die zorgen, juist als je kijkt naar, naar het aandeel van jongeren erin? Ja, nou, de zorgen zijn natuurlijk best groot. We hebben inderdaad wel aardig zicht, ook dankzij die
steunmaatregelen die wij uitvoeren voor lokale media, hoe het veld zeg maar, erbij ligt. En dat is niet best. En dat huis-aan-huisbladen hadden het sowieso al over het algemeen vrij moeilijk. Dat is kennelijk niet een vanzelfsprekend verdienmodel meer, zal ik maar zeggen. De lokale omroepen, door het weinige geld dat ze krijgen, zie je dat die toch ook voor een belangrijk deel afhankelijk zijn geworden van bijvoorbeeld advertentieinkomsten. In ieder geval inkomsten uit andere bronnen. Ja, die zijn nu natuurlijk ook helemaal in elkaar gekukkeld. Ja. Dus dat geeft ook de kwetsbaarheid van dat soort media wel aan. Dus ja, de zorgen zijn best groot. Los van of jongeren al dan niet geïnteresseerd zijn in lokaal nieuws. Want ja, ik blijf dat maar zeggen, dat is niet zo nieuw. Dat niet zo is. Nee. De huis- en huisbladen hebben relatief een oude doelgroep. Ook weinig online focus over het algemeen. Is het natuurlijk een bepaalde vrees dat de huis- en huisbladen met het uiteindelijk verdwijnen van die huidige oudste doelgroep mee zullen verdwijnen. Verwacht jij dat we over 20 jaar nog huis- en huisbladen hebben in Nederland? Ja, het is bij huis- en huisbladen niet zo in de doelgroep als wel de bereidheid van adverteerders om daarin iets te doen. En die is op dit moment vrijwel afwezig. En de vraag is of dat straks terugkomt. Dat is echt de grote belangrijke vraag voor huis- en huiskranten. Ja, ik wil nog heel even met één vraag terug naar Colin van nu.nl. Want in het onderzoek zagen we dat de jongste doelgroep uit het onderzoek, 18 tot 24, relatief hoog aandeel heeft dat ze luisteren als lievelingsvorm hebben van nieuwsconsumptie. Een podcast. Zijn volgens mij druk bezig om te kijken wat de mogelijkheden van audio zijn. Zijn jullie specifiek aan het kijken hoe jullie jongeren kunnen bedienen? Of is dit ook voor jullie een verrassing? En gaan jullie nou meteen brainstormen wat jullie kunnen doen op luistergebied voor jongeren? Nee, ik was er niet zo bewust van in ieder geval. Ik ben ook blij dat 43% van de jongeren nog steeds aangeeft de voorkeur voor lezen te hebben. En ik zie ook dat het voorkeur voor lezen en kijken eigenlijk niet zoveel afwijkt van de andere doelgroepen. Maar de afwijking zit inderdaad vooral in de voorkeur voor luisteren. Wij gaan niet nu meteen allemaal podcasts voor jongeren per se maken. Wij maken een dagelijkse podcast over het nieuws. We hebben een wekelijkse podcast, een blik achter de schermen. En we hebben een podcast rond Formule 1. Die blijven we gewoon maken en die is eigenlijk voor ons een hele doelgroep. Omdat we denken dat het interessant is voor iedereen die onderwerpen interessant vindt. En als daar dan meer jongeren naar luisteren omdat zij die vorm prettiger vinden, dan is dat heel fijn. Maar wij blijven eigenlijk altijd die verschillende vormen aanbieden. Dus zowel lezen, kijken als luisteren. Maar ja, ik bedoel, als deze trend zich doorzet en jongeren hebben over 3 jaar luisteren het liefst naar nieuws, ja, dan zijn we natuurlijk gek als we er niks mee doen. Ja, dus natuurlijk wel de vraag hoe het zit met het verdienmodel. Komen we daar toch weer op terug? Ja. Want dat is bij podcast natuurlijk nogal een uitdaging in Nederland op dit moment. Ja, zeker. Zoals je weet zijn wij gratis en dat zijn we ook wel met een reden omdat we zo breed mogelijk groep willen aanspreken. Omdat het belangrijk is dat zo breed mogelijk groep betrouwbare informatie kan krijgen. Maar dat brengt een uitdaging met ze mee, want podcasts en video's zijn dure vormen van journalistiek. Over het algemeen iets duurder dan tekst. Tot nu toe levert het geen problemen op. Dus, maar ja. We zijn natuurlijk wel aan het kijken of we onze verdienmodel diverser kunnen maken om te zorgen dat we in de toekomst dit kunnen blijven doen. Sowieso een divers verdienmodel kan ook handig zijn als er onverwachte omstandigheden zijn. Want ik wilde door naar het derde blok, de coronacrisis die de media, vooral advertentiegedreven media, hard heeft geraakt. We zaten al in een tijd waarin berichtgeving kwam over Noord-Nederlandse uitgever die het heel zwaar heeft. Regionale huis-en-huisklant-kranten natuurlijk om zijn gevallen. Toen kwam de coronacrisis eroverheen. Metro heeft niet eens een laatste editie kunnen maken door de coronacrisis, maar is gewoon verdwenen. Dan wil ik toch even naar Irene, denk ik. Moeten we ons zorgen maken over de toekomst, mede als gevolg van de coronacrisis? Gaan er nog meer media omvallen in Nederland?
Ik denk zeker dat er meer media gaan omvallen, met name die media die gebaseerd zijn op advertentieinkomsten. Kijk, als die advertentieinkomsten blijven dalen, zoals tijdens de coronacrisis het geval was, en je bent daarvan voornamelijk afhankelijk, dan houdt het op. Dan moet je ofwel de advertenties binnenkrijgen op een ander platform, een ander platform dan de krant of televisie, of je moet er een gebruikersmodel van maken, dus een abonnement of een steun, iets waarbij de gebruiker betaalt voor het nieuws. Nou, die gebruikersbereidheid die neemt toe, maar heel geleidelijk in Nederland. In Noorwegen is dat overigens veel hoger. Daar wordt ook veel meer geëxperimenteerd met verschillende verdienmodellen, waardoor gebruikers gaan betalen op het moment dat er bijvoorbeeld meer dan 5 keer geklikt is op een gemiddeld genomen op een bepaald bericht, en moeten daarna mensen gaan betalen. Dus ik denk dat er meer experimenten kunnen gebeuren die uitzoeken wanneer, onder welke voorwaarden gebruikers willen betalen voor nieuws. Want met de advertenties, daar gaat het gewoon, daar gaat het in ieder geval zeker nu niet de goede kant op. Dus als dat de basis van je model is, dan heb je een beetje een probleem. Als krant en als televisie. Ja, je ziet natuurlijk dat in Amerika de verkiezing van Trump, de Brexit in Groot-Brittannië en nu wereldwijd eigenlijk de coronacrisis, allemaal zorgen voor meer mensen die gaan betalen via een donatie of abonneemodel voor nieuws. Misschien een rare vraag, maar hebben we eigenlijk crisissen nodig om die verandering teweeg te brengen in de nieuwsmedia als het gaat om meer betalende gebruikers, meer betalende lezers? Ik denk dat mensen zich wel realiseren hoe belangrijk nieuws is. Als er 7 miljoen mensen gaan luisteren naar een persconferentie van de minister-president, wat nog nooit eerder is voorgekomen, omdat ze echt heel snel willen weten wat er aan de hand is, en dan vervolgens kijken naar de televisie, in de krant willen nalezen wat er ook alweer wat er speelt. Hè. Dus nog eens willen begrijpen wat is hier nu aan de hand. Dat besef is wel groter en daar kunnen alle nieuwsmedia gebruik van maken. Dat besef beter doorgedrongen is, ook bij jongere gebruikersgroepen. Dat nieuws noodzakelijk is, in ieder geval ook noodzakelijk gevonden wordt door alle generaties. Noodzakelijker dan voorheen. En inderdaad, daar heb je misschien zo'n soort van crisis voor nodig, ja. Nou, nu nog de uitdaging om die mensen die nieuw zijn gekomen ook vast te houden na de crisis natuurlijk. Ik denk dat dat ook een goede marketing trouwens. Dus ja. Hier kan de marketing ook een hele belangrijke rol hebben. Ook het eerder zei dat je moet kijken hoe je als nieuwsmedia iets voor deze groepen, voor je nieuwe lezers ook kan betekenen. Ja, marketing is natuurlijk zeker als het gaat om binnenhalen van abonnees ontzettend belangrijk. Als je uiteindelijk dat het nieuws, tenminste tijdens zo'n crisis, toch uiteindelijk doorslaggevend is, denk ik dan. Wil ik heel even naar René, want als we kijken naar de coronacrisis, dan zat er al geen vet meer op de botten bij lokale media. Daar kwam een crisis overheen. Paniek is denk ik geen understatement. Er is een noodmaatregeling opgestart om lokale media te helpen. Ja, eigenlijk heel concreet, is het genoeg wat jullie op dit moment doen / kunnen doen? Nou ja, genoeg. Als je dat aan de mensen vraagt die steun krijgen, dan is het natuurlijk nooit genoeg. De klappen zijn ook wel heel groot. Hè? Ik net zei dat je toch soms wel 80% van je advertentieomzet kwijt bent. En dat is bij huis-huiskant voor 100% je inkomstenbron. Dus dan gaat het snel. Er zijn ook lokale omroepen die voor veel meer dan de helft afhankelijk zijn van advertenties. Publieke omroepen, maar toch. Dus daar gaat het allemaal snel. En dat dekken wij niet helemaal af. Maar wat we denk ik wel afdekken is dat de meesten door die steun wel in staat zijn om door te gaan met hun journalistieke werk. En dat is natuurlijk wel belangrijk, ook omdat het effect heeft. Dat je laat zien hoe belangrijk dat is op momenten dat het ertoe doet. En dat merken kranten, maar dat merken natuurlijk ook lokale omroepen die echt heel hard gaan met bereikcijfers op dit moment. Dus wat dat betreft ben ik het helemaal met Irene eens.
Er gebeurt nu van alles. Ik ben ontzettend benieuwd naar het rapport volgend jaar ook, moet ik zeggen. Want dit is zo'n waanzinnig meetmoment om te kijken wat er dan gebeurt. Ik kan me volgens mij uit een vorig rapport herinneren, waarschijnlijk ook van het commissariaat, dat jongeren nooit naar het NOS-journaal kijken, tenzij er iets aan de hand is. Nou, dat hebben we dan nu allemaal wel kunnen zien. Dus ik ben heel erg benieuwd naar die cijfers. Wij meten trouwens ook van alles nu, hoor, als stimuleringsfonds. Dus ja, dit is een fantastische... maar goed, dat is dan de zilverlijning. Geweldige proeftuin voor om te kijken wat er allemaal gebeurt met zeker lokale media op dit moment. Ja. Ja, duidelijk. Een laatste vraag, want we moeten nog naar Richard Fletcher van het Reuters Institute. Maar ik ben heel benieuwd, we hebben natuurlijk tijdens de coronacrisis allemaal gehad over meer digitalisering van werk, op afstand werken. Maar als je kijkt naar nieuwsgebruik, Colin als eerste, zien jullie dat, dat voor jullie gevoel het digitale nieuwsgebruik, in jullie geval nu.nl, belangrijker is geworden definitief door de coronacrisis? Of hebben jullie het idee dat er eigenlijk niet zoveel veranderd is op lange termijn? Ja, het zit er nog een beetje middenin. Die ergste piek ligt er al achter ons. En, dus dat gebruik is qua hoeveelheid wel redelijk terug naar normaal aan het gaan. Wat je wel ziet is nu mensen veel thuis zitten, dat er echt overdag veel meer desktopverkeer is in verhouding. Dus de desktop groeit, dat het normaal een dalende trend laat zien. Mensen gebruiken vaak apps en smartphones. We zien nu dat er meer mensen op een desktop naar nu.nl gaan. Ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen als we nog lang thuis zouden zitten. En tegelijkertijd wat ik ook heb gezien is, omdat het zo'n allesomvattend thema is, wat ook nog best wel ingewikkeld is, waar heel veel gebeurt, zien we dat heel veel mensen vragen hebben die ook stellen aan ons. We krijgen per week honderden mailtjes, duizenden reacties met vragen van gebruikers. We proberen allemaal zo goed mogelijk te beantwoorden, maken ook aparte stukken van, we roepen ook op tot vragen bij de persconferenties van Rutte bijvoorbeeld. En ik hoop eigenlijk dat dat blijft straks. Dat mensen bij nieuws dat ze niet helemaal begrijpen, of waar ze nog meer van willen weten, of waar ze denken dat nog een nieuw verhaal in zit, dat ze dat ons blijven vertellen. Zodat we eigenlijk als nieuwsmedia nog beter weten wat de gemiddelde mensen in Nederland wil weten over dit moeilijke onderwerp. Ja. Duidelijk, dan ga ik dus nog even naar Corine, sorry. Zien jullie een verandering in het gebruik, zeker op digitaal vlak? Ja, zeker. Wij hebben natuurlijk ook die enorme pieken gehad in het begin van de coronacrisis. Maar we zijn niet terug op het oude niveau. We zien ook wel echt een groei in het aantal loyale digitale gebruikers. En ook wekelijks in het aantal digitale abonnementen wat wij, wat bij ons, dus mensen die langer blijven hangen, die gemiddeld een abonnement afsluiten voor 2,6 jaar. Dus dat is best een aanzienlijke periode. Die blijven ook nog even hangen tot na de coronacrisis natuurlijk. Wat Colin zegt vind ik interessant, want dat zien wij ook. De interactiviteit met onze lezers is groter. Mensen, de band met hun regionale krant lijkt belangrijker. Als wij een oproep doen, krijgen we ongelooflijk hoeveelheid inzendingen en suggesties. En dat is inderdaad ook iets wat ik graag zou willen vasthouden en waar je digitaal natuurlijk ook heel goed voor kunt gebruiken. Ja, ik zou nog heel lang met jullie door kunnen en willen praten, maar helaas zitten we al over de tijd. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken. Colin van Hoek, Corine de Vries, Irena Costera-Meijer en natuurlijk René van Santen. Dank voor jullie tijd vanuit huis/kantoor op deze dinsdagochtend. And then I'm going to switch to English because we have an international guest to wrap it up. Richard Fletcher from the Reuters Institute is going to talk about the international part of the digital news report, especially some Corona COVID insights he has and the international view on the report on the things we talked about, what's happening in Netherlands, but then the international view. Richard, the floor is yours. Thanks very much. I hope you can hear me okay. I'm very pleased to be with you from the UK to share some of the findings from our global report. And of course, it comes at a time when news has rarely been more important, but it's also clear that the way that people get news and the way they understand news is changing rapidly.
So on the next slide, you can see that this year we've surveyed 80,000 respondents across 40 different markets, and we've been able to add Kenya and the Philippines to our list of countries as part of our attempts to study more countries in the global south. On the next slide, you can see the sample sizes in each country. We aim for 2,000 respondents. I think Edmund has probably said some of this already, but it's important to reiterate that this is an online poll, so it will tend to underrepresent traditional news behaviours, such as TV use, print use, radio use, and so on. The polling is conducted by YouGov. If we could just go back, and we used, as I said, sample sizes in around 2,000 in every country. And we're very grateful for our list of sponsors, which you can see at the bottom, which includes Google, the BBC, Ofcom, media regulators, industry organisations and universities around the world, and including, of course, the Dutch Media Authority. Just one other point before we move on. As Edmund mentioned, this survey was conducted in the end of January, early February, so before most countries went into lockdown. So we did do a second survey in April in six countries to try and understand some of the impacts of coronavirus at the early stage of the lockdown, which of course has been considerable, both on the business side and in terms of consumer behaviour. So I'll talk about some of that now. So on the next slide, I mean, some of this is kind of well known now, but it's important to reiterate, I think, that we did see initially very significant increases in the use of television news, so up 16 percentage points in the UK, comparing April to January this year. And of course, this is in line with previous research, which has shown that TV becomes particularly important to people in moments of crisis. And then looking at the six countries we polled in January and April, we saw that on average, social media was also up as well for news use. Online increased too, while print was down. And this is no surprise, of course, because lockdown had made it hard in many countries to distribute and consume print newspapers. On the next slide, you can see some industry data from the BBC, which kind of reinforces this point. It shows that traffic to the BBC news website doubled when lockdown started in the UK, again, reinforcing the point that people turn to trusted brands at times of crisis. And now, of course, it started to fall back over time. And it hasn't quite reached normal levels yet. So it's still above that, but it's also declining as well. And we see similar patterns when we look at equivalent data for some of the commercial newspaper websites in the UK. So on the next slide, I mean, it's clear that the traffic lift has been real, although, as I say, it is coming back to normal levels. But I think one of the biggest impacts of the coronavirus crisis will be economic. And I'll come to this at the end. But related to this, I think, is trust, because if business models are going to rely on more reader payments, then it's clear that trust will be critical. And you can see how The Guardian, for example, is using messaging that tries to link these two. And we know that if that during coronavirus, trust in the media did seem to rise at the beginning as people turned to the news media to find out what to do. But now we started to see it go down again. This is based on data from the UK. Going back to our tracking data from January on the next slide, we can show that in countries, well, across all the countries that we covered, there's been a further fall in trust in the news in the previous year. So now just 38% say that they trust most news most of the time. Unsurprisingly, it's a little bit higher for the news that people use themselves, and then lower still for distributed environments like search engines and social media. If you can move forward one, we can see also that there's been quite large declines in trust in some markets. So in particular, Hong Kong and Chile, where we know there's been a certain degree of political upheaval, which seems to have an effect on trust in the news. And also in the UK, where we've seen a 12 percentage point fall compared to last year. So down from 40% to 28% following a election in December,
and our polling was just after that, and it was a very divisive election in the UK. And I think it's important to make the point that although we do see declines in trust in the news, this isn't necessarily because journalism is getting worse or is changing, but rather than in polarized and fractious environments, in divided societies, the media sometimes has to reflect the views of that people don't agree with, and this can often be perceived as bias, and we think this is having an effect on trust in the news. On the next slide, we can see that this certainly is the case in a number of countries, but the Netherlands is kind of an exception because it's now one of the few countries where over half say that they trust most news most of the time, and there are only six other countries in our sample where that is the case. On the next slide, we can see what's happened in the UK since 2015, and the fall in trust we can see on both sides of the political spectrum. But in particular, this year we've seen that those that self-identify on the left have seen a very big decrease in trust in the news, so down from 38% to 15%. And again, this follows the election where some activists and politicians specifically made the argument that the media was biased towards the Labour Party during that campaign. And again, we see similar dynamics in some other countries as well, where the media is seen as being more supportive of one side rather than another in some cases. Next slide, please. And this places the focus on, you know, how the media should try to deal with this. Should it try to be neutral and objective? And of course, this is a big debate in many countries. So we ask people what they would prefer. So when we ask this, we see that most people say that they prefer the idea of news with no point of view, rather than news that either shares their point of view or challenges their point of view. And it's striking that despite our perceptions about polarization, the vast majority of ordinary people still say that they prefer the news to at least try to be objective. And this is especially true in countries like Germany, Japan, UK, Denmark, and also the Netherlands, where there's a strong tradition of impartial public broadcasting. And you can also see that this is less true in countries like Spain, the US and Brazil, which don't have this same impartiality tradition. In the US, we've actually seen a small increase in the proportion of people who say that they prefer news that shares their point of view. So up 6 percentage points since 2013. But even here, it's still clear that there's a silent majority, if you like, 60%, who still prefer the idea that news should be objective. Now this leads us on the next slide to questions about how the media should cover politics. And we see again that around half, or just over half, 56%, say that they find it's hard to know what's real and what's fake online when it comes to news. So this year we decided to ask people what in particular, or what sources of misinformation they're most concerned about. And we can see that on the next slide, that misinformation from politicians tends to be the most concerning. So 40% of people across all the markets we surveyed say that this is the single most concerning source of misinformation. This is followed by activists on 14%, and then journalists on 13%, and then finally foreign governments on 10%. So given that misinformation from politicians clearly concerns people, one of the big debates is the extent to which the media should report potentially false statements from politicians. On the one hand, should they report these prominently because it's important for people to know what politicians have said, or should they not emphasize them because it might give politicians unwarranted attention? On the next slide, you can see our data from January, and focusing on the media first, there's a clear view from the public in almost every country that the media should report what politicians say and shouldn't block or hide things, even if it might give politicians unwarranted attention. And we think this shows that people don't necessarily aren't comfortable with the idea that information is being kept back from them, even if it might be for the greater good. On the next slide, we can see views of political adverts. And here we ask people whether they would prefer
search engines, social media, and other technology companies to block potentially false or misleading adverts from politicians. And so, somewhat differently, we see that the preference here is for social media companies and search engines to take a more active role in policing. So 58% said they would prefer technology companies to block advertisements because it's up to them to be responsible for making sure that the information on their platform is true. And of course, platforms may not want to take on this role. They may not want to become the arbiters of truth. But there is a sense here that the public would like them to intervene, at least when it comes to political advertising. Now, going round back to the beginning, when I started to mention some of the economic implications, we can look at some of our data to try and say something about this. So on the next slide, and the next one, you can see that we've seen some increases. This is data from January, so already before coronavirus, we saw some significant increases in some countries in the number of people who are paying for online news. So notably in the US, we've seen a 4 percentage point increase up to 20%. That means it's doubled in 4 years. And in Norway, we saw a rise of 8 percentage points to 42% of people who say that they now pay for online news. And we've also seen some smaller increases in some of the European countries, including the Netherlands, but also in Latin America and Asia as well. On the next slide, you can see we did a more detailed additional study this year, focusing on the US, UK and Norway to try and find out a bit more about how people pay and why they pay. And what we see is what we call a winner takes most dynamic in these three countries, where most subscriptions go to a relatively small number of brands in most cases. So between a third and a half of subscriptions are going to the Times and the Telegraph in the UK, and the New York Times and the Washington Post in the US. Norway is similar in some respects, but you can also see that 64% of people who pay in Norway are paying for access to local or regional newspapers. In our survey, we used open-ended responses, and we saw over 130 different local and regional newspapers entered in Norway. And I think this is clearly different to the US, where 30% say they're paying for local news and just 5% in the UK. On the next slide, we can see some of the motivations that people have for paying for online news. Some of these are unsurprising. So people value the distinctive nature of the content. People feel they're getting something that they simply can't get for free. Secondly, we can see that convenience and price are clearly important to most people who pay, perhaps because they've been offered good deals in some cases. And then finally, there's a third motivation, which is really the sense that journalism is worth supporting in some cases. So particularly in the US, you can see 52% gave a reason along these lines. For some, of course, it's the mission that or the, a belief in the mission that journalism should be holding power to account, but also a sense that the journalism might be under attack, both sort of politically and sort of economically, if you like. And as one person in the US put it, journalists are a dying breed. On the next slide, we can see some of the reasons people give for things that might encourage them to pay. So these are people who are not currently paying, who are perhaps open to the idea. Again, some of these are perhaps unsurprising, but people said that if they could have more valuable, firstly, or secondly, more ad-free content could be useful. If we could move along too. Again, unsurprisingly, cheaper and more flexible sort of payment packages and services are something that people talk about. Here we think people are thinking of the kind of services provided by Spotify and Netflix, where you can have family logins where more than one person can access it, and also a huge range of choice. And this has created an expectation around digital media that perhaps in some cases news isn't quite living up to. And then finally, it's also important to point out that
50% of people in the US and 40% in the UK actually said that nothing would sort of convince them to pay in the near future. So it's important to realize that there's a sort of kind of a natural limit, I think, to the numbers of people who will be willing to pay, particularly when they have subscriptions for lots of other things as well. On the next slide, we can see that, I mean, Edmund has talked about some of these issues already, but I think it's the financial pressures are particularly acute for local newspapers, particularly in some countries. And when we ask people whether they would miss their local newspaper, we do see quite a large degree of country variation. So in countries with a federal system and more emphasis on regionality, if I could put it that way, then we tend to see higher numbers of people saying they would miss their local newspaper. So 54% in Norway, compared with just 25% in the UK, where there's less of an emphasis on local life. So just to wrap up on the next slide, we can see that coronavirus has clearly increased the demand for news, but the economics around it are just as uncertain, perhaps more so, especially for ad-supported media. We think that in some cases, this might accelerate a shift to paid content, and we can already see this in some of the industry data. More and more people are clearly paying news, but at the same time, this won't work for everyone. And in particular, in crowded markets like the US and the UK, where there's a huge amount of free news, it's still going to be challenging to encourage people to pay. Trust clearly remains a problem. We've seen decreases yet again in many countries, and it increasingly looks to be the case that partisanship in some of these countries is a factor. And then finally, misinformation. So people are most concerned about misinformation from domestic politicians, but it's also clear that for a smaller group of people, the media is also a concern. Thank you very much. There's more findings on our website, which is digitalnewsreport.org, where you can download a copy of the report for free, and there's also much more data and information specific to each of the 40 markets that we polled in. Thank you very much. Richard, thank you. Really interesting insight. I have one question I'm already having for years. When you look every year at the numbers of percentages of people paying for online news, I'm really interested, and I don't know if you can say anything about it, if you have any insights, but the market differs so much per country. In some countries, you can't even get much news online without paying. And in a market like Netherlands, we have big news providers who have free access to all the news they provide. Do you have any idea how much the role of this market of the free access is in the amount of people paying? Yeah, I think we do have some data on this. So last year we asked people, I mean, it's very difficult to sort of to know, you know, exactly what the proportion is of news outlets who have some form of paywall, not least because it, you know, there's a huge number of them, but also there's a huge range of different models. And some of them kind of blur the lines between sort of hard paywalls, soft paywalls, free, whether you register, whether you have to disable your ad blocker and so on. So there's all sorts of different models. But one way we tried to get around this was to ask people how often, this was last year, how often they try to access a news story, but they end up hitting a paywall and asked to pay. And it's very clear that in countries where this seems to happen more often, then we also see higher levels of payment. So I think there is a kind of supply side factor there. Having said that, it's difficult because it's also true that in countries like Norway, but also the Nordic countries, more generally, these are countries that have very well-funded public broadcasters, which almost always make their online news available for free. And yet we still see high levels of payment. And then in the UK, where the public, at least in terms of public broadcasting, the situation is similar, but we see very low levels of payment. So then I think, well, maybe this is something to do with language.
the fact that there's a lots of sort of free news available in the English language, but not so much in Norwegian or Swedish and so on. So I think there's all sorts of different factors, some of them on the supply side and some of them on the demand side that are playing into this. And it's not something we've completely got to the bottom of yet. Okay. Thank you for some explanation. It gives a little bit more insight. And thank you for your presentation and the research you did with your colleagues at the Reuters Institute. Then I'm going to switch back to Dutch for a second. Om af te sluiten, want we zijn inmiddels al een kwartiertje langer bezig dan de planning was. Ik wil iedereen die... een onderdeel was van dit webinar, de mensen uit het panel, Richard, maar ook Edmund Lauf, hartelijk bedanken. Iedereen die heeft gekeken natuurlijk hartelijk bedankt. Ik hoop dat jullie een interessante ochtend hebben gehad. Mijn tip is, ga als je de tijd hebt, is kijken naar het Digital News Report. De Nederlandse versie vind je op de site van het Commissariaat voor de Media, cvdm.nl. De internationale versie van het Reuters Instituut vind je op digitalnewsreport.org. Heel interessant om eens, als je de tijd hebt, doorheen te bladeren en te kijken welke insights er voor jouw specifieke markt, organisatie en specialisatie van toepassing zijn. Voor nu, hartelijk dank. En hopelijk tot volgend jaar.